We zijn nu bij de Tata Steel Academy en vanmiddag is daar het FieldLab Smart Maintenance geopend. Dat maakt onderdeel uit van de techpoort die hier in ontwikkeling is. Ik ben verheugd dat ik vandaag het FieldLab Smart Maintenance van Techpoort mede mag openen. De samenwerking in het FieldLab is een prachtig voorbeeld waarbinnen in een consortium van 12 partijen we kunnen samenwerken aan optimalisatie in onderhoud en asset management. Beter en vroegtijdig inzicht in faalgedrag en het voorspellen van het perfecte moment van onderhoud helpt ons nog beter en nog efficiënter te produceren. Als Tata Steel zijn we natuurlijk extra trots dat deze proefopstelling hier bij ons is geplaatst. Ik wil daarvoor alle partners en andere betrokkenen die daaraan mee hebben gewerkt hartelijk danken. Drie, twee, één. Met andere partijen kan je inderdaad je onderhoud precies op het juiste moment gaan uitvoeren. Je hoeft niet extra onderdelen te hebben. Je kan dat veel slimmer gaan doen. En ja, vandaag is hiermee een start gegeven. En dat is hartstikke goed voor de regio. En wij denken dus dat dit nog een grotere spin-off gaat hebben. Dus dat is heel mooi. Er is ook de vergelijking gemaakt vanmiddag met de Techpoort in Eindhoven. Hoe gaat het verder hier? Nou ja, Eindhoven is al veel eerder begonnen. Hè. Dat is natuurlijk hartstikke knap wat ze daar hebben neergezet. Dat is echt een juweeltje. Maar ook de Eimond kan hier een grote rol spelen in de provincie Noord-Holland. Ook in de grotere regio van Amsterdam. Daar zitten een aantal bedrijven. En ja, goed voorbeeld doet volgen. Dus wij gaan hier hard aan de slag. Het is in ieder geval een eerste mooie stap naar de samenwerking in de Eimond. Het zogenaamde Techpoort Center. Om met de grote bedrijven en met bijvoorbeeld de Novo College en andere opleidingsinstituten samen te gaan werken. En dit is een testopstelling, een proefinstallatie ook wel genoemd. En wij kunnen deze heel goed gebruiken bij onze praktijklessen binnen de academy, binnen de bedrijfsschool. Bij de werktuigbouw kunnen we bijvoorbeeld allerlei trillingsmetingen gaan doen. Omdat er vier verschillende pompen staan, vier verschillende regelingen. En bij de elektrotechniek kunnen we alle data analyseren die de installatie naar voren tovert eigenlijk met alle sensoren en regelaars. En binnen de procestechniek ja, dan ga je het proces analyseren met verschillende regelaars en pompen. En dat, ja, dat past heel mooi in ons opleidingsprogramma. Kunnen jullie ook voorspellingen doen wanneer er iets kapot gaat en wanneer ronddraad moet plegen? Ja, dat is wel de bedoeling van het geheel. Hoe meer data we binnenhalen, hoe trefzekerder we kunnen gaan zeggen wat de voorspellingen zijn, wat er voor onderhoud nodig is aan de installatie. En we meten dus, ja, we kunnen dingen zien op het gebied van elektriciteit, dus het wikkelingen. We kunnen zien of er problemen zijn met uitleiding. Dat zie je van tevoren aankomen en dan kan je actie gaan ondernemen. Kun je ook lage problemen voorspellen? Dat is nog een heel uitgebreid systeem, dus dat kunnen we enigszins zien op deze manier. Maar dan zullen we altijd nog een meting naderhand met een gewoon trillingsmeetapparaat met een analyzer daarna moeten doen om te kijken wat er precies met het lager aan de hand is. Maar hoe langer de installatie staat te draaien, hoe nauwkeuriger ook die lage schades voorspeld kunnen gaan worden.